De DVD was nog lang niet uitgevonden, maar de herinneringen erop zijn blijvend. We schrijven 25 juni 1978. De laatste keer dat Oranje in de finale stond van een WK voetbal. Het is schitterend als je de beelden wil zien. En, goed, het is ook een fantastische herinnering dat je daar meegemaakt hebt. Zo, en dan komt nu de wedstrijd. Het is gewoon een fantastisch gevoel dat je dus voor de eerste keer in 1974, ja goed, ben ik ingevallen, maar in 1978 heb ik het hele toernooi meegespeeld. En dan toch weer in die finale te komen, ja, dat is het summum van het voetbal natuurlijk. Dat gevoel, dat is iets aparts, dat is ja, iets fascinerends. De wereldbeker en wereldfaam nam hij niet mee naar Brabant, maar een ander aandenken heeft hij nog wel. Een beetje strak, maar het valt mee. Hè? Hij staat je nog goed. En in diezelfde shirts werd Oranje in de finale nog voor de aftrap helemaal van de wijs gebracht. Punt 1, Argentinië kwam al te laat op het veld. En punt 2, hoe het ermee doen met mijn hand. Het gaat om René van der Kerkhof. Het mag niet in het gips ingepakt zijn, zoiets. En nou hebben de Argentijnen dit dus kennelijk gevonden om als toch om mee te gaan slaan zo aan het begin van deze wedstrijd. En ja, wat moet je verder nog zeggen over die finale van 78? Nou ja, dit. Hier komt Jan. De bal van Krol op Robbie. Rentenbrink tegen de paal. Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Dit is een nationaal trauma, hè? Dit. Ja, dit is echt gewoon, dit is gewoon echt een nationaal trauma geweest. Die daar. Ik had liever één finale gespeeld dan wereldkampioen. Als twee en twee keer verloren natuurlijk. En dan denk je, oh ja, we zijn weer zo dichtbij geweest. En misschien nooit meer. En, ja, is ook nooit meer gekomen. Maar ze kunnen het zondag goed maken. Ik hoop het. Nederland-Duitsland 2-1. Klaar. En dan zijn wij ook klaar.